Vlaamse ambtenaren die werden betaald door de federale staat. Onze pensioenen van de geleerden die betalen het zelf voor de ambtenaren. Dus voor de leerstaten was dat niet het geval. De Franstaat hebben ze dat altijd tegengehouden, omdat ze zeggen, jongen, die pensioenen, dat is sociale zekerheid, dat moet federaal zijn. En dat grote schrik dat dat dus zou veranderen. En dat die, dus het begin zou zijn van dus de splitsing van de sociale zekerheid. Nu is dat niet haalbaar. Want die leerstaten die nemen maar ambtenaren aan. En dat is gemakkelijk dat die pensioenen nu moeten betalen. Nu in dit akkoord staat ook in dus dat de bijdrage van de leerstaten in het verhaal van de pensioen meer door de leerstaten moet gebeuren. En dat is dus een goede zaak of een, al toch wel een klein stapje in het waarborgen van een goede federale financiën. Dus dat zijn de vier principes die wij altijd van in het begin hebben gedaan. Meer fiscale autonomie zit er duidelijk in, 11 miljard. Meer responsabilisering voor werk zit erin. We kunnen daar ook mee spelen met die belastingtarieven. We kunnen ook fiscale kortingen geven. Hè. Dus wij kunnen nu zelf zeggen van kijk, voor de woonbewoners, voor energiebesparende maatregelen. Dus wij kunnen voor heel wat zaken aan de deelstaat zelf belastingverminderingen geven. En we kunnen ook spelen met dus RSZ-kortingen. Dus dat wil zeggen, als er vroeger kortingen voor werkgeversbijdragen bestond, dan was dat altijd op een weegschaaltje. Ah, we gaan wat voor de jongeren doen, want dat is goed voor Wallonië. En we gaan wat voor de 50-plussers doen, want dat is goed voor Vlaanderen. Nu, dat is weg nu op het federaal niveau. Dat is dus naar de deelstaten. En dan kan Wallonië doen wat ze willen en kunnen wij ons toespitsen, niet zozeer op willen van de jongeren, maar wel meer naar de 50, 55 plussers, waar onze cijfers niet zo goed zijn, omdat gelukkig in onze regio de jongere werkloosheid niet hoog is. Dus dat zijn toch wel een aantal belangrijke zaken, hè? Dus meer fiscale autonomie, meer responsabilisering, een betere solidariteit en ook een heel pak extra bevoegdheden. Het budget van Vlaanderen gaat, dus ik heb het daarnet al gezegd, van 25 miljard naar 35 miljard. Met 35 miljard wordt het budget van Vlaanderen bijna 50% groter dan het federale budget. Los van de sociale zekerheid natuurlijk. Dus kun je zeggen van, oh, dat is allemaal kwijt en dat er meer moet zijn. Dat is goed, ja, dan hadden we misschien ook liever gehad. Maar om nu dit af te doen, dat de fiscale autonomie van 11 miljard kwijt is, ja, dat is niet zo. En als een budget nu overdraagt van 17 miljard voor Vlaanderen, 10 miljard van 25 naar 35, ineens veel groter dan het federale budget, dan kunnen we zeggen dat dit de grootste staatshervorming is van de vijf die we dus al hebben gehad. En dus nog groter is dan die van 1988 en van 1994. Dus als je dat allemaal bij elkaar doet, degenen die zeggen dat het allemaal maar weinig en niks is, ja, die slapen toch wel sterk en willen de waarheid denk ik niet onder de ogen zien. Onze vriend De Wever die zegt nu af dat die financieringsakkoord 2,5 miljard kost dat Vlaanderen per jaar. Hij heeft daar vorige week zaterdag de bal een paar keer misgeslagen. Daar horen we dan meer van, hè, want over die startcompensatie en die nieuwe transferdienst en rechtsen hebben we dat allemaal denk ik al wat kunnen ontkennen. Maar nu begint de volgende prognose dat ze te optimistisch zijn. En 2,5 miljard per jaar, daar kwam ik al iedere dag een jaar bij. Dus u moet nu gewoon zeggen, u moet niet op antwoorden, maar denkt u nu echt dat de onderhandelaars van de VLD, van de SPA, Roma die zeggen eigenlijk bijna, maar ook wij, dat wij, Beke en dan een ganse groep waar ik dan ook deel uit nam, dat wij samen met de VLD en de SPA zo dom, zo achterlijk zijn om elk jaar 2,5 miljard naar Wallonië te sturen zonder dat we daar iets voor terugkrijgen. Dat is dus onwezenlijk. Hè? Dat is dus niet juist. Wij hebben die drie principes binnengehaald. Meer fiscale autonomie, meer responsabilisering en een betere solidariteit en ons hier dan een goede bevoegdheidsoverdracht zonder dat dit een prijs kost voor Vlaanderen. Winnen we ermee? Eerlijk gezegd ook niet. Op korte termijn niet. Want op korte termijn is er gezegd dat iedereen op nul moet starten. Dus dat wordt veranderd.
En die stromen, die wordt verhard, maar in het begin, en dat was iets, de niet-verharding was niet, die ook de N-VA vorig jaar heeft gezegd, we zetten de tillen op nul. En dat is dat overgangsmechanisme van 500 miljoen, dat wij in het begin geven aan Wallonië. Dat is niet nieuw. Nee. Want zouden we niks doen, dan zou die 500 miljoen in het systeem zitten. Het bewijst net dat dus deze nieuwe financieringswet voor minstens 500 miljoen de zaken op termijn van Wallonië daarop zal halen. En we geven die in begin, het eerste jaar, zeker dat geven we om op nul te zetten. Maar dat wordt dan afgebouwd om helemaal te verdwijnen na 10 jaar en karavan heel goed.